Wat een slechte presentator ben ik toch ook. Maar rijk geworden, schat. Niet te geloven. Ik leg in een antiekzaak. Hoe vind je dat? 1988. Ben je nog niet antiek, kan ik je vertellen. Zit je hard tuttig, man. Tuttig? Ja. Nou, rustig aan. Ja, nee, maar dan is het net even... Nou, je ziet er weer uit om door een ringetje te halen, man. Is dat zo? Ja, je ziet er goed uit. Oh. Echt. Flamingo-pioenen. Wat een joepels. En het ruikt heerlijk. Ja, hier word ik dus heel gelukkig van. Het zal wel heel truttig zijn allemaal. Ook dat interesseert me gereed. Nou, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik heb de vorige keer heel veel reacties gekregen. Natuurlijk even voor de stembanden die gecontroleerd moesten worden. Mijn auto die nog steeds bij de garage staat, omdat die er aan de achterkant in elkaar gereden is door mijzelf op de vroege morgen. Voor de rest zijn we druk bezig met de Voice Senior. En er komt volgende week een nieuwe single van mij uit. Nou, daar hebben we heel veel zin in. Ja, misschien is het ook wel een beetje irritant inmiddels, maar... Ja, wij gaan heel langzaam naar de 100.000 abonnees op YouTube. En wij zouden dat zo ontzettend leuk vinden als we 100.000 dit jaar zouden kunnen halen. We hoeven er niet zoveel meer, maar het zou fantastisch zijn. Ik word hier inmiddels afgelikt. Hé, buddy, stoppen ermee. Vriend? Ah, lieve hond. We hebben net weer een uitzending gedaan voor de Voice Senior. Hier is Franske, een van de geweldige juryleden. Ilse, met een krulspeldje in. Ik ben aan het vloggen, dus Angela is weggelopen van schrik. We hebben het enige, het is een fantastisch programma. Dus iedereen moet gaan kijken, want vanaf eind augustus is het op televisie. En het gaat natuurlijk niet om ons als juryleden, maar wel om de kandidaten. Nou, ik heb nieuws voor je. Die hebben we. Met de hartelijke groeten. Tot snel, groetjes van Geer en de hele productie. Ja hoor! Wat een slechte presentator ben ik toch ook. Maar rijk geworden, schat. Niet te geloven. Nou, hier word ik even voor de derde keer gezenderd. Dus voor dit gebeuren. En dat doet deze man heel professioneel met een kapje op. Borstzakje, daar gaat de batterij in. Zo. Kijk. En dan gaat het microfoontje op. Super makkelijk. Het is allemaal zo makkelijk. 1, 2. Thank you very much. Ja, dat betreft. Vastzet aan de achterkant. Ja, wat is een beetje weg. Kabeltje weg. Plakkertje erop. Kijk dat het er niet bij je neus zit, maar wel bij je mond. Hij zit goed hoor. Ja, hij is top. Hartelijk dank. Jojo, groetjes. Beetje de camera kijken ook, hè? Hey! Oh! Ja, heel goed jongens, heel goed. Nou, jongens, we zitten er al lekker in met z'n allen. Hè? Jullie zitten er ook al lekker in, hè? Ja, toch? Wij zijn er klaar voor, ja. Ik heb televisie. Ja? Jullie zijn allemaal op televisie. Nou, ik ben hier bij Burberry Antique hier in Aalsmeer. Kijk, en ja, ik zoek eigenlijk een paar barkrukken, want ik heb een tafel hoger. En die heb ik hier nog niet gevonden, maar wel een leuk tafeltje. Ik wacht even op de tafel gezet, maar dat is allemaal terzijde. Wat zie ik hier liggen? Shangri-La, 1988, collector's item. Klassiekertje. En wat gaat het ding kosten? Ja, we hebben de prijs erop staan voor je. Hey, goedemiddag. Nou. Exclusief. Hij is afgeprijsd. €450. Topkruiken, jongens. Top, top, top. Ik leg ze wel even neer, vriend. Ik denk dat dit nog beter is. Even kijken, dan kan deze dicht. Dit is toch niet te geloven. Ik leg in een antiekzaak, hoe vind je dat? Hé, 1988. Ben je nog niet antiek, kan ik je vertellen. Ik vind het wel heel geestig dat ze hem bewaard hebben. Ik word er blij van. Is dat de laatste kruikie? Ja. Ik zet hem voorin, ja, dat is een Roy. Ja. Zet hem want er is er niks aan de hand. Het is helemaal top, ik ben er hartstikke blij mee. Hey! Hi girls! Hi. Hoe is het? Goed. Zijn jullie op verjaardag? Nee. Gewoon gezellig op visite? Ja. Kom erbij staan. Ja. Wie maakt de foto? Hartstikke goed. Ja. Dank je wel. Komen er steeds meer om de hoek? Ja. Hey, veel plezier hè? Ja, hoi hoi! Doei doei! Nou, wel handig hoor, zo'n tuinman. Manager en tuinman.
Ja. Blijf het irriteert me gewoon. Wat doen die nou? Nou, weet je, ik wil geen verlichting meer nemen. Ik heb al drie weken lang gevraagd aan die tamen of ze de boel helemaal strak willen maken. Ja, jij zei van ze komen het weghalen. Ja, ik word er gek van. Het hangt helemaal over. Je kan ook je auto niet meer in de volkant. Nee. En ja, vandaar dat jij het doet. Nee, dat irriteert me dan gewoon. En mij irriteert het zoveel. Ja. Dat ding had al lang geknipt moeten worden. Ja, want je krijgt steeds meer vuil ook. Een beetje veel meer afval. Heb je nieuwe schoenen, Gerard? Nou, ik heb ze al even, maar ik heb ze misschien 2-3 keer aangehad, maar het zijn hele fijne schoenen. Nou, ik heb ze op een outlet gekocht en ik heb 4 paar schoenen gekocht. En je gaat straks lekker naar je moedertje? Ik ga even naar mijn moeder, ja. En hoe is het met je moeder? Heel goed. En Mark komt me zo halen en dan breng ik eerst even een bloemetje naar haar toe. En dan gaan we daarna even gezellig eten. Het is ook hartstikke weer om buiten te zitten, maar het was zo druk, dus ze moesten kijken of er nog plek was. Ja jongens, het schiet bijna op, bijna 100.000 abonnees op YouTube. Ik zou het natuurlijk fantastisch vinden. Moeten er geloof ik nog hebben om op 1.000 te gaan. Best wel veel. Maar mocht je iemand weten, je tante, oom, neef of nicht, buurman of buurvrouw, het kost je niets. Ik zou het fantastisch vinden. Dankjewel, groetjes Geer. Ook een bosje bij voor mijn schoonzus en mijn zusje en mijn moeder. Hè? Het is niet allemaal voor jullie. Hallo, jij bent Joni. Ik ben een beetje laat, schat. Ja, rustig aan. Yeah. Hallo Mark. Hallo. Ook een bosje bij voor Gerdy en voor Emma, hè? Ja, aan Ida ook een. Die is bijna binnen. En Ida is bij je binnen? Ja. Geef Ida ook een bosje. Mag zo. Geef maar een bos. Druk bezig. Hallo. Hallo, ja, Hoi. Hoe je een deurtje zit? Wat zijn jullie aan het doen? Bosje bloemen voor jou, schat. Nou. Ik leg het hier neer. Dankjewel. Hallo. Wat zijn jullie nu aan het maken dan? Kijk, ze is een tasje maken. Dus alweer als je dit op je hoofd zet, hè, de volgende keer. Wat vind jij ervan, Mark, eerlijk zeggen? Zwijgplicht. Ja, ik heb dit allemaal gehaakt, Gerard, al deze dan. Maar daar zijn maakt het aan elkaar. Ja. De rest een beetje. Zit je haar tuttig, man? Tuttig? Ja. En hier zit het mooi, maar aan de voorkant zit het zo. Ik haal er zo even een borstel erheen. Nou, rustig aan. Ja, nee, maar dan is het net even. Wat maakt er allemaal gebal uit? Dan maak ik me druk om. Ja, ik ben trots op mijn moeder hoor. Dat wou ik zeggen. Ja, hartstikke. Ze ziet er goed uit. Oh. Maar dat komt eraan. Oh. Nou, je ziet er weer uit om door een ringetje te halen, man. Is dat zo? Ja, je ziet er goed uit. Echt. Hier hangt nog een koninklijke hoogheid. Maxima. Zeg je eerst ook mijn zonnebril nog even nemen of niet? Nee, dat zou ik niet doen. Nee? Nee, waarom? Oké. Okay. Ziek je, mevrouw? Ja. Dank u. Gaat ie goed? Lekker! Duurt het nou zo lang, man, of niet? Moet je die vis opvangen? Ja. Nou, wat een toeval! Kookbiefstuk, alsjeblieft. Kijk eens even. Ja, die is voor mij, alsjeblieft. Kijk eens, Jannie, wat lekker. Nou, jongens, eet smakelijk, Jannie. Ik ben mijn centjes vergeten, dat heb ik nooit. Ik ben een arme zangeres uit Aalsmeer. Ik probeer alles uit de kast te trekken dit jaar om het goed te maken. Nou, mijn linkerloontje is het gelukt hoor. Dan moet het mij zeker lukken. Je bent een arme horeca, schroeven met de geld heen. Ja, dit klinkt enorm truttig. Maar wat ik natuurlijk enorm leuk vind, is natuurlijk, en waar ik heel blij van word, zijn natuurlijk pioenrozen. Die zijn er maar een hele korte tijd en anjelieren omdat ze lekker ruiken. En kijk eens, wat een prachtige zalmroze flamingo pioenen. Wat een joekels en het ruikt heerlijk. Ja, hier word ik dus heel gelukkig van. Het zal wel heel truttig zijn allemaal. Ook dat interesseert me geen reet. En ik geniet elke dag lekker van mijn tuintje. Ook niks bijzonders, maar wel gezellig. En deze kleuren, die ruiken ook zo lekker, joh. Heerlijk. Ja, hier word ik dus heel blij van.
gezellig. Ik wil iedereen bedanken voor de gezelligheid. Ik wens iedereen een fantastische leuke week. Ik ga druk door met The Voice Senior. En je weet dat jullie kunnen mij allemaal volgen op welk social platform dan ook. Hartelijk dank voor de goede en leuke en lieve reacties. Groetjes van Geer en geniet ervan. Tjoi. Zeg maar doei. Doeg. Doeg.